Wij bestaan 50 jaar en we hebben een nieuwbouw gedaan bij ons hotel. We zijn van 148 naar 260 kamers gegaan en dat hebben we vandaag gevierd. De opening is gedaan door Marco Borsato, zanger. En voor Sjoerd, als Achterhoek-fan van Doetinchem, hoe heet die club ook alweer? Dat weet ik niet. De Graafschap. Kijk, Sjoerd, dit is de Koninklijke HFC, de oudste voetbalclub van Nederland. Daar wordt namelijk echt ook geen kunstgras of dat soort dingen allemaal. Wij zijn natuurlijk... Oh, je bent Rotterdammer, hè? Of niet? Want ik ben Ajax-fan. Rick. Ja? Ik ben Hagenaar. Oh, ik heb een Hagenees-naam, dames en heren. En ik ben natuurlijk ook voor Ajax. Kijk, en dit is Tony Tetro. Tony Tetro was vroeger de Dassenkoning. Hij is nu nog koning, maar niet alleen van Dassen, maar ook van... De Society Lunch. Ik doe twee keer per jaar de Society Lunch van Nederland. En we gaan op 16 december gaan we de 40ste Society Lunch doen. En ik heb het afgelopen zomer de 39ste Society Lunch hebben we gedaan natuurlijk bij Klaus. Kijk, let goed op. En dat was een heel groot succes. Mensen praten nog over het geweldige eten en het geweldige ambiance. Dus ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Ik zou ook geen ik zou het ook niet anders willen zeggen natuurlijk. Ja. Zijn er nog vragen eigenlijk? Zeker. Want Tony, misschien is het mooi om aan jou te vragen, maar wat is volgens jou de kracht van de ondernemers van Klaus en met name dan Rick? De familie. Zoals ze met elkaar omgaan. En dat maakt een hele grote kracht. Die kan je niet alleen opbouwen. Die kan je dus met mensen opbouwen die om je heen staan, die je vertrouwt. Ik ben natuurlijk ook, ik zit in de handel. En je hebt dan, als je met andere mensen die geen familie zijn, dan is het toch heel anders dan als je met familie werkt. En deze familieband is zo verschrikkelijk sterk. Dat is enorm. Daarom staat dit hier ook zo. Nou, dat is wel heel mooi gezegd. Ik moet zeggen, dat kwam er vandaag ook wel heel erg uit. Dan moet ik wel een nuancering maken. En dat is dat wat ons aardig lukt, is eigenlijk dat al onze medewerkers zich ook familie voelen. Ik maakte vanmiddag ook een grapje al, van ze hebben alleen de aandelen niet. Maar het is wel heel belangrijk. Ik wil niet dat er iemand is hier die, zou ik maar zeggen, voor mij komt of voor mijn familie. Ze moeten komen voor het product en de sfeer en de ambiance. En daar is natuurlijk, ons personeel maakt daar een heel groot deel van uit. En die moeten allemaal dat familiegevoel meegeven. En het leuke is dat Marriott, waar we mee samenwerken met het hotel, ja, die heeft dezelfde filosofie. Dus dat werkt hartstikke goed. Ja, zijn er nog meer vragen? Ik heb dat natuurlijk heel erg meegemaakt, doordat ik van de zomer de Society Lunch hier gedaan heb. En dan moest ik ook met mensen werken, wat dus niet familie was, maar wel bij de zaak betrokken. Ja, het was enorm, het was geweldig. Die mensen ook helemaal, de inzet en alles was... Ik heb alleen maar lof. En dat is, Rick en Leo, die kende ik natuurlijk al vele jaar. We hebben vroeger heel veel gelachen samen. En het was voor mij een hele grote eer, we hadden elkaar een tijd niet gezien, dat ik een uitnodiging kreeg voor het afscheid van Leo. En dat heeft me geraakt. Ik denk, jezus, zeg dat ze mij nog kunnen vinden en me uitnodigen. En ja, dat was voor mij iets geweldigs. En toen ben ik geweest en het was weer of we elkaar net een week geleden gezien hadden, weet je wel, helemaal vertrouwd en alles. En toen heb ik tegen Rick gezegd, jij doet die Society Lunch en alles. En hier dan, zeg ik, we gaan erover praten. En binnen een week was het... Was het rond. Maar dat was wel mooi hoor. Dat was bijvoorbeeld ook Arjan van Dijk. Nou, dat is natuurlijk ook fantastisch dat die man allemaal gepresteerd heeft en hoe hij er nog bij zit. En zo waren de Lee Towers. We houden altijd wel een warme band met mensen met wie we het bedrijf hebben opgezet. Ja. Zijn er nog meer vragen? Lisanne? Nou, ik heb dat als gast vanavond ook zo ervaren. Dat het een hele warme band is. En dat jullie een heel krachtig team zijn, ook als ondernemers. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat wij nog meer kunnen verwachten. Wat is nou de volgende stap? Nou, de stap is ook dat je gewoon een willekeurige voorbijganger vraagt om iets te zingen, weet je wel. Bijvoorbeeld, stel je voor, er komt nu iemand voorbij, hè, dat je zegt, hé, wat leuk, kom I see voorbij. You when I get there. And you be ready for good loving. You be ready for good loving.
Cause I work hard all day. Now I'm coming home to lay and relax my mind. Kijk, dus wat je nog kan verwachten is vooral de spontane verrassing. En wat wij moeten doen als event mensen, wij moeten zorgen dat wat creatief is en wat leuk is, dat je dat kan vertalen, iets wat ook uitvoerbaar is en wat goed overkomt bij de gasten. Nou, en dat moet onze toegevoegde waarde zijn. En voor de rest brengt de toekomst nog zoveel heerlijke creatieve onzin en zin. Dus wat moet een mens die lekker gezellig uit wil gaan, nou, in een locatie waar je alles kan verwachten en ook alles kan krijgen? Dit is waanzinnig. Gefeliciteerd. Nee, dankjewel. Geweldig. Ja, jullie kennen het. Ik bedoel, als je 50 jaar ervaring hebt, joh, wat moet je dan? Ja, we willen blijven groeien en dus we willen ook bezig blijven. En dus ik vind het ook heerlijk om met zoveel jonge mensen te werken. Maar ik geloof dat Sjoerd Wijkamp van die Verenigde dat ook vindt. Hè? Want daarom is hij zo blij met Lisanne. Nee, het is heerlijk om met jonge mensen te werken, want ja, dat houdt die geest jong. En van het ene idee krijg je het andere idee en dan blijf je lekker bezig. Nou, daarom heb ik ook deze jonge vrienden. Maar je was inderdaad erg geestig, hè? Vond je het leuk? Ja, maar hij is altijd. Hij is nog niet veranderd. Hij blijft geestig. Zijn er nog meer vragen? Want ik moet echt. Ik denk dat ik je ga bedanken voor een hele mooie avond. En van harte gefeliciteerd ook namens ons. En succes voor in de toekomst. Dankjewel. En dankjewel. Tot Kieke in de Achterhoek. In de Achterhoek. Zo, kom maar naar de Achterhoek.